En omdat wij in Friesland voeren met larkjes, zagen wij dus die pramen daar allemaal in de wedstrijd. En toen hebben wij elkaar aangekeken en gezegd, waarom kopen we geen praam? Ja, want eigenlijk is het daarbij een stuk goedkoper en het past beter bij Almelo. Ja. Ja, dat komt eigenlijk door Miel Westerberg. Die had het idee om net als in Enter, Ruizen, Hellendoorn en Gramsbergen een somp te willen voor de stad Almelo. Ja, iedereen heeft een elke stad heeft een schip en Almelo heeft niks. Nee. Dus gaan jullie eens met me mee naar Enter kijken. Terwijl Almelo een historie heeft van scheepvaart. Juist, Almelo had vroeger een mooie haven kom. Met allemaal stalen of ijzeren schepen erin, al of niet zeilend. En daar werd vracht mee vervoerd. Ja, wat doet de stichting eigenlijk? Stap. De stichting die wil een boot in de vaart brengen, eigenlijk om een beetje bedrijvigheid in Almelo te geven aan dat nieuw gegraven water. En om een beetje de aandacht te vestigen op de oude bedrijvigheid die er in de stad heerst wat betreft de scheepvaart. Omdat je weet dat Almelo vroeger een hele drukke binnenhaven had. Een hele drukke haven, die was aan de markt. Dat was eigenlijk ideaal, want je had daar de los- en laadwal. Dat was meteen met Marktplein. En van al die prachtige gebouwen en is niets over. De meeste mensen, dat vind ik wel grappig, kunnen zich helemaal niet voorstellen dat daar een haven is geweest. Het enige pand wat nog bestaat en wat nog een beetje aan die tijd doet denken, is het pand van Niels. Hey.